Deze aflevering van Vrienden Worden Met is ook te beluisteren als podcast in de Betere Podcast app. Hallo, wij zijn Jeff en Pieter Jan en wij hebben geen vrienden. Ja, echt heel raar. Ja. En daarom gaan we elke week op zoek naar een nieuwe vriend. En deze keer worden we vrienden met... Nina de Waal. Joepie. Dag Nina de Waal. Hey, hallo. Twee. Hey, ik ben hier. Ja. Waarvan kunnen de mensen jou kennen, Nina? Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als gymnast. Ik heb ondertussen al deelgenomen aan best wel wat EK's. Wow. WK's. En ondertussen ook twee Olympische Spelen. Dat is echt wel zot, hè? Nu heb ik ook meegedaan en gewonnen met Dancing with the Stars. Bam! Olympische Spelen, gewonnen. Dancing with the Stars, gewonnen. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Terug aan het turnen. Dat is zot, hè? Is dat dan terug opbouwen, eerst met konijnensprong en ratslag? Wij zeggen altijd, de periode dat je stopt, moet je maal 2 doen om terug op je niveau te geraken. Niet leuk! Nu, wij willen jou beter leren kennen en we hebben daarvoor ongelooflijk veel vragen en opdrachten gekregen van onze kijkers. Opdrachten? Onze... Ja. Opdrachten ook. Oei. En die gaan we nu met jou overlopen. Hoe was uw avontuur bij Dancing with the Stars? Ik heb daar enorm van genoten. Toen ik de vraag kreeg om mee te doen, zat ik letterlijk aan de ontbijttafel en ik ben echt gewoon recht gesprongen in mijn stoel. En goed neergekomen? Ik kom altijd goed neer. Waar staat de beker die je hebt gekregen tijdens Dancing with the Stars? Bij mij op kot, maar momenteel staat hij hier op tafel. Oh, ja. De beker van Dancing with the Stars. Je draagt hem altijd met je mee? Wel, hij is een beetje groot om overal mee naartoe te nemen. Ja, misschien voor een overvaller. Wat een tegenstander. Ik zie wel al, als ik iets mag zeggen, ja, zeg maar. Een beetje barstjes. Ja, weet je dat die barst er al in zat toen ik hem kreeg? Oh. Het is zo'n beetje een kunstwerk van iemand uit lagere school of zo. Het toeval wil nu, Nina, dat wij ook een trofee hebben gewonnen. Ja. Maar bij ons zat de barst er nog niet in. Die is s'avonds ingekomen. Er zit hier eigenlijk een award-winning trio. Eigenlijk. Ja. Dus dat zijn complimenten. Vertel ons een geheim over Dancing with the Stars dat we nog niet wisten. Dit is het moment van de bikkelharde waarheid. Oei, een geheim over Dancing. Een anekdote waarvan je zegt, allee. We komen het nu te weten. Ja, hetgeen wat ik gewoon... Ik ben heel bijgelovig. Ze hebben mij geleerd altijd van nooit te veel te kijken naar de prijs voordat je hem hebt verdiend. Tijdens de repetities en de camerarepetitie en zo stond dan de beker al in de zaal de week van de finale. Ik zo... We gaan daar geen foto's mee nemen. We gaan die niet aanraken. We gaan er niet te veel naar kijken, want dat brengt ongeluk. Het voelt bijna alsof we in de dierentuin zijn en niet bij Dancing with the Stars. Wat zijn zo nog uitingen van uw bijgeloof? Misschien een beetje een rare. Als we zo ergens komen, dan zijn zo verschillende toiletten. Altijd naar hetzelfde toilet gaan. En wat doe je dan als het bezet is? Wachten totdat ze... Ja, echt. Ook al zijn er 4 vrij en dan wacht ik. Ja, echt. Dat is even handen wassen totdat die persoon terug weg is. Maar je hebt de koning ook ontmoet? Ja, klopt. En? Leuke man? Ja, wel nog een leuke anekdote. Oh. De laatste keer toen hij mij zwaar gefotobombd. We hadden zo'n hele grote foto van alle atleten. Van waar dat de foto genomen was, stond de koning en die is best wel groot. Ja. Echt gewoon recht voor mij, dus je ziet mij gewoon niet echt staan. Niet leuk. Maar wel een goed gesprek gehad in de taxi in Tokio. Dus. Ah, ja, maar, ja? Nee, maar aan de telefoon. Ja, aan de telefoon. Ik dacht dat ik lust bijna in de zomer als taxichauffeur in Tokio. Zou je zoals Kat presentatrice willen worden van Dancing with the Stars? We komen het nu te weten. Ik zou eigenlijk echt wel heel graag presenteren. Misschien al eens 1 keer oefenen? Hallo allemaal, we zijn hier weer live bij Dancing with the Stars. Het wordt weer een prachtige avond vol met fantastische dansen en ik kijk er nu alvast enorm naar uit. Eens kijken wat de jury ervan vond. Heel erg indrukwekkend. Prachtig, indrukwekkend. Va-va-voom. Ja, we lazen natuurlijk in een interview dat je graag wou dansen, acteren en zingen. Dat is jouw vriend gezegd, hè? Ik zou graag een keer zanglessen willen nemen. Zing je wel eens karaoke of zo? Ja, in een douche. Dus met een scherm in de douche? Ik ken te veel muziekteksten, dus uiteindelijk heb ik vaak het scherm niet meer nodig. Maar je kunt echt supergoed teksten onthouden, of wat? Ja, dat kan zo. Het ja, mensen die redelijk. Dat heel goed in zijn. Ik moet dat zo een paar keer horen en dan blijft dat wel steken. Wat is zo'n tekst die hier spontaan...
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Amai, hij kunt dat onthouden. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Het team. Vavavoom. Luister je soms naar een schijfje van supercontent? Hebben jullie schijfjes? Niet leuk. Waarom heb je een gouden medaille gewonnen? Ja, de Olympische Spelen, dat is eigenlijk zo'n wedstrijd. En als je daar top 3 behaalt, dan krijg je een medaille. Wow. Ik heb daaraan meegedaan. Ze zeiden, jij bent goed genoeg om dat te winnen. En hier is je medaille. Oh, dat is echt wel zot, hè? Hoe eenvoudig kan het zijn? Vertel een grappig verhaal uit het Olympisch dorp. Ik ga het dan eigenlijk hebben over Rio, want natuurlijk was de sfeer in Rio wel ietsje losser dan de sfeer in Tokio, met dat in Tokio iedereen echt panisch was voor corona. Maar het grappige is, in Rio, daar staan overal condoomautomaten. Superleuk. Je hebt er dus ook één staan in de eetzaal. En je had dan zo allemaal van die lange tafels en zo altijd de tafel die zo bij de condoomautomaat stond. Als er dan iemand durfde om een condoom uit die automaat te gaan halen, als er mensen zat, dan begon heel die tafel zo keihard te klappen en te roepen en te doen. Precies, zo'n school. Ja, maar echt zo middelbaar. Ja, dan zijn dan volwassen topatleten. Hoe heb je je vriend Simon leren kennen? Wij hebben elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet in 2013. En dat was eigenlijk omdat allebei onze mama's komen van Sint-Truiden, dus die kenden elkaar wel een beetje. En dan waren die dus elkaar tegengekomen en dan zitten wij daar zoals 13-jarigen, zo weet je, hij en dan zijn zus daar dan zo langs, terwijl de mama's zo'n half uur aan het praten zijn. En toen zijn we zo vriend geworden via Facebook, elkaar beginnen volgen op Instagram. Toen eigenlijk daarna elkaar 6 jaar niet meer gehoord. Hard to get. Eigenlijk ben ik naar hem beginnen sturen, want ik heb dan uiteindelijk 6 jaar later iets gereageerd op zijn verhaal. Slide it into the DM's. Ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Echt een heel moderne flirtage. Ja. Kan je je benen in je nek leggen? Eitje. Hopla. Hop. Maar mijn andere er nu bij gaat, want... Van Jamie van Down the Road. Ik kan dat wel. Zo eigenlijk. Zo lenig ben ik. Nee. Dus eigenlijk is het antwoord nee. Nee, ik kan niet mijn beide benen tegelijkertijd in mijn nek leggen. Niet. Ja. Niet leuk, maar ja, wat doe je eraan? Wat is je ultieme fantasie? We komen het nu te weten. Ik hou echt van eten. Maar dat is niet alles, hè? Ik zou dan echt gewoon zo'n keer naar Dubai willen gaan en daar gewoon zo, zonder dat ik ervoor moet betalen, ongelimiteerd eten en winkelen. Ja, dat zal wat geven. Ben je dan zo'n shoppertje? Ja, ja. Mijn vriend zegt dat ik gierig ben. Je gaat altijd naar de solden. Ja, ik ben wel echt een solden. Soldenlover? Ja, echt wel. Ik was over het laatst echt heel blij, want ik had schoenen gevonden van bijna 800 euro, die nu afgeprijsd waren naar 250. Je hebt hier nu Olympische schoenen aan, zie ik juist. Zijn die custom made? Ja, ze zijn custom made. Oh ja. Hopla. En de andere kant. Oh. Een collega van mama die haar zoon heeft dat gedaan. In de kleuterklas. Zijn er meer deuren of wielen? Ik denk meer wielen. Omdat nu toch ook steeds meer en meer mensen voor zo meer open ruimtes gaan. Dus minder deuren. Ik weet niet, auto's hebben al 4 wielen en zo. Dus... Maar ook 4 deuren. Het zet je toch aan het denken. Het zet je aan het denken. De vraag is, wat is een wiel? Hey, kijk, dat, voilà. Dat zijn ook allemaal wieletjes, hè? Ik zou dat niet meetellen, ja. Nee, want dan heb je echt alle machines met alle kleine wieletjes. Ah, wel ja? Maar je hebt geen machine met allemaal kleine deurtjes, dus dan zou ik inderdaad wel wielen zijn. Ja? Ik zei toch wielen? Oké, bij deze is het antwoord. Het antwoord is wielen! Doe een giveaway. Ah, wel, ik heb speciaal voor jullie iets meegenomen. Oh. Tada, een van de t-shirten die wij dus hebben gekregen. Ah ja, dat waren de t-shirten die wij droegen voor zo de campagne naar de Olympische Spelen met mijn naam op. En ik heb hem gehandtekend. Wauw. Het is mijn maatje, want ja, ik heb hem zelf nog aangehad. Hij is wel gewassen. Wat moeten de mensen doen om kans te maken op dit t-shirt? Zij moeten met mij mee instemmen dat er meer wielen dan deuren zijn. En dan maak je kans op dit ongelooflijke t-shirt gedragen en gesigneerd door Nina Derwaal. Correct. Wie was de winnaar van de vorige giveaway? Oeh, daar gaan we nu naar kijken. Ja. Toch? Stop! Oh. Ongelooflijk. Verdiende winnaar? Heel verdiend. Ja? Heel veel plezier met de handdoek. Vond je deze video fijn? We komen het nu te weten.
Dan eindig ik nu alvast met deze mooie rijm. Dan eindig ik alvast met deze mooie rijm. Vavavoom. Ga je op ons abonneren? Dat weet ik wel. Abonneren? Zeker? Rijmt dat niet? Zeren, zeren. Ik vond dit nog niet zo heel erg goed. En ga je op ons abonneren? Daar kan ik me niet tegen verweren. Daar kan ze zich niet tegen verweren. Daar is niets meer aan te leren. Bedankt om te kijken naar deze leuke vrienden worden met Nina Derwal. Als je dit ongelooflijk gesigneerde t-shirt wil winnen van haar, dan moet je laten weten wat is er meer wielen of deuren. Zij denkt wielen. Bevestig of ontken. En dan zeggen we zoals we altijd zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Dankjewel. Even like, abonneer, zet een notificatiebelletje aan en volg me op Instagram voor alle nieuwtjes.